ek werk nie teen 'n saktyd nie. En ek het baie belangstellings. En ek probeer nog boer ook. En daar's baie dinge wat my aandag beet het. En maar ek is voortdurend besig om aantekeninge te maak van die goed wat ek lees enzovoorts. En dan op een gegeven dag, als ik mijn stapelkie nogal dikkerig is, dan kijk ik of ik iets daarmee kan maken. Nie. Want gewoonlijk is daar een coherentheid aan die aantekeningen. En dit is precies wat gebeurt ook met op een dag een hond. Dat ik dan op een zekere stadium besluit wie is mijn hoofdkarakter enzovoorts. Wel, die uiteindelijke skryf nie so lang nie. Kom ons sê maar een jaar. En die, waarvan die laaste twee maanden die drukste was. Want toen het ek een afspraak gemaakt met die uitgever en gesê, ek dink, wat is die laaste dag wat vir jou haalbaar is? Een skrywer behoort te weet, as hy met metafore en symbole werk, dan moet hy, die basis daarvan moet baie stevig wees. En ek het toe nou, die hond is een hond, wat kan baljaar op een grasperk. En geleidelik, kyk, die eerste associatie is toch met sy verhoudings wat hy gehad het in die verlede. Want telkens is daar een hond bij betrokken. Op een of andere manier, niet allemaal op dezelfde manier. Nie. En vandaar het ek op een dag afgekomen op die Anubis gegeven. Ik wou duidelijk niet Kerberis daar die hond activeren. Maar die Anubis hond, wat eindelijk so'n morele controle is. Kijk, voor hierdie onderwijzer is daar nie hiernamaals nie. Maar, moreel word jy nie te min geweeg. En toe word het voor my interessant, dat juist die hond gaan hom moreel weeg. En ek weet nie of ons weet wat die uitkomst is nie.